Goedendag. Een mooi weerbeeld vandaag zien we ook hier achter mij in Hoogkeppel. Een mix van wolken en zon. En de droge momenten overheersen bij aangename temperaturen boven de 20 graden. Maar komende dagen gaat dat wel veranderen. Die 20 graden gaan we dan niet meer halen. Het bewolkte weerbeeld zal dan overheersen en het gaat ook regionaal flink regenen. Zien we ook goed terug op de weerkaart waar we dat aan te danken hebben. Een lage drukgebied nadert vanuit het zuiden. En aan de westflank waarvan zit intense neerslag. Die gaat waarschijnlijk over het oosten van Nederland trekken met daar hoge neerslagssommen. Daarna gaat het lage drukgebied een beetje rondtollen boven de Noordzee. Met bij onze noordwestelijke aanvoer vrij koele lucht, ook regelmatig buien. En pas vanaf zondag gaat het lage drukgebied uiteindelijk richting het noorden verplaatsen. En krijgen we met warmere lucht vanuit het zuiden te maken. Zoomen we even in op Nederland, dan zien we inderdaad ook goed dat vannacht dat lage drukgebied gaat naderen. Met de bijbehorende neerslag is buige regen. In het Duitse icon D2-weermodel ook de nadruk op het oosten van het land. Enkele berekeningen laten het nog wat westelijke trekken, maar waarschijnlijk dus wel de nadruk op die regio's daar. Dan zien we daarna ook goed dat de stroming naar het noordwesten begint te draaien. Met de aanvoer van nieuwe buien op de zaterdag. Waar dat precies gaat gebeuren is nu nog onzeker. Daar komen we morgen uitgebreider op terug als er meer korte termijn weermodellen binnen zijn. Maar het wordt hoe dan ook echt wel een herstachtig weekend. In ieder geval de vrijdag en de zaterdag. Vanmiddag is het wel nog vrij aangenaam weer. Temperaturen zo tussen 19 en 24 graden. Met een mix van wolken en zon. Met daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vandaag is het ook nog lange tijd droog, de Temperaturen is tussen 16 en 20 graden. In de loop van de avond begint de bewolking vanuit het zuiden al wel toe te nemen en de wind die draait naar het westen, maar blijft wel zwak van kracht. In de nacht naar vrijdag krijgen we dus vanuit het zuiden te maken met die buige regen. Temperaturen dalen uiteindelijk naar zo'n 11 graden in het noorden, nog in die opklaringen tot zo'n 14 graden in het zuiden. En de wind die draait inmiddels dan al naar het noorden. Morgen dan echt wel een herfstachtige dag. De temperaturen, dit zijn de maxima, zo tussen 16 en 19 graden. Maar als het stevig doorregent, kom je echt nog wel een aantal graden lager uit. Waarschijnlijk dus de meest intense neerslag voor de oostelijke regio's van ons land. Met name ook het zuidoosten kunnen het stevige buien zijn. Bij dat alles vaait er een matige noordenwind. En in de loop van de dag kan er misschien nog een waterig zonnetje doorbreken. Maar die zullen we echt maar sporadisch gaan zien. Op zaterdag tot het lage drukgebied, dus nog steeds rond boven de Noordzee. Met bij ons de aanvoer van flink wat buien. Pas later op de dag misschien wat ruimte voor de zon, met name in het zuiden van het land. Zondag starten we dan nog in het noorden van het land. Met, dat, met die bewolking vanuit dat lage drukgebied. Maar dat trekt uiteindelijk weg richting het noorden. Het zuiden heeft dan al best wel mooi weer. Met temperaturen rond de graad of 21. En wat ruimte voor de zon. Vanaf maandag gaat de wind weer naar het zuidwesten draaien. Krijgen we met warmere lucht te maken? Zomerse warmte, gemiddeld zo'n 25 graden. We beginnen de dag dan nog droog, maar in de avond mogelijk weer enkele stevige regen- en onweersbuien. En dat weerbeeld zet zich weer eigenlijk de dagen daarna ook voort. De temperatuur gaat dan weer ietsje omlaag naar 3, 2, 22 of 23 graden. Met een mix van wolkenzon en soms enkele buien. Echt heel erg koel cool weer is het daarmee niet. Dat zien we ook goed terug in de pluim. Heel vaak zitten we boven die 20 graden. Enkele dagen richting de 25 maar tropische temperaturen dat zit er voorlopig niet in. En een droog weerbeeld dat zit ook niet in de verwachting. Dat zien we ook goed terug in deze neerslagkansen. Met name dus die vrijdag en zaterdag hoge neerslagkansen, maar ook de rest van de week zijn ze beduidend goed aanwezig. Pas later volgende week mogelijk iets droger, maar dat is nog ver in de termijn. Tot de volgende keer.